Welcome back, ladies and gentlemen. We are back at you guys for the next episode of Het is weer Rick. You guys might have missed us last week. There was no Eredivisie game, so we took a little break, but we are back at you this week. Tonight, we've got a great episode planned for you. I'm sitting here with Erik van der Zonde, chairman of the Dukes. He's back again with us. And our special guest for this evening, David Wiersma from Den Haag Rugby Club. Thanks for joining us, mate. Happy to have you here. And on the end of the table, my co-host, Bram Lant. He's back again. Bram, it's always nice to have you. Guys, like I said, we're in for a great episode this evening. Guys, we usually start off the episode with a question about Askren Rugby Club. This week, we're gonna send that to we're gonna get over them quite quickly because they're no longer a part of our competition. Guys, we get a lot of emails about asking about clips from different leagues, and we're happy to show them. Unfortunately, you guys don't send in the clips, so if we don't have any material for you guys, we can't give it to you guys. Erik, I think you've also got something to say about it. Ja, eigenlijk precies hetzelfde als jij. We doen dit met heel veel plezier. En ja, we krijgen die vragen. En ja, heel graag zenden we dat soort dingen uit. Heb je een mooie actie? Ik zie altijd mensen met telefoontjes langs de kant en camera's. Ja, we zenden dat met heel veel plezier uit. Dat vinden we hartstikke leuk. Het is echt niet alleen de ereklasse. De reden dat we het meest over de ereklasse hebben is heel duidelijk. A, het is het hoogste niveau. Er is heel veel over te vertellen. Maar B, daar is ook het meeste beeld. Hoewel het nog niet altijd overal even vloeiend is. Ja. But at least try to get a little bit of good quality. We don't want to have any games that have been videoed on a calculator. A little bit of good quality and, of course, quality rugby as well. We're happy to put into our show any day, any week. Guys, last weekend we had some really close games, games that were not so close. Bram, you took the lead of the Den Haag game this weekend against Rotterdam Rugby Club, 49-14. What can you tell us more about it? Nou, dat het in ieder geval een wedstrijd was waarin er één team de boventoon voerde en dat was Den Haag. En David, die gaat er dadelijk denk ik wat meer over vertellen. Ik heb niet het eerste gedeelte van de wedstrijd kunnen bekijken, omdat het helaas niet is opgenomen. Maar vanaf de 30ste minuut tot en met de 80ste minuut heb ik het kunnen bekijken. En daarom zag je eigenlijk dat Rotterdam hun dag niet had. Die kwamen niet tot hun aanvalsspel. En verdedigend hadden ze het ook even niet helemaal. En misschien kun jij daar een klein beetje over vertellen, over vooral die eerste 30 minuten. Ten eerste... Bedankt voor de uitnodiging om hier te komen, gasten. Het is echt blij verrast met de hele productie die er is opgezet. En ook gefeliciteerd met het opzetten van gewoon een goede podcast. Ik denk dat dat wel op zijn plek is. Ik denk dat inderdaad er wat aandacht miste voor de ereklasse rugby. Dus ja. Jullie hebben het echt goed opgepakt. En ik denk dat we daar allemaal blij mee kunnen zijn. Nou, top. Rugby. Let's go. Ik moet niet op de tafel slaan. Ja. Ik heb op de tafel gedaan. Waar is die bal? Yes. Deze houden hoor. Die kan geen fout meer doen. Nee, precies. De Rotterdam-wedstrijd. Wij namen onwijs serieus, want Rotterdam had natuurlijk een paar goede resultaten onder hun achter zich liggen. En daarom hadden we echt wel goed voorbereid voor deze wedstrijd. We gingen er volle bak in. Voor ons was het eigenlijk de grootste, het belangrijkste om zo lang mogelijk onze structuur vast te houden. Tot nu toe hebben we echt nog geen één keer, of misschien twee keer in het hele seizoen, echt op de tegenstander geanalyseerd. In plaats van de dingen waar wij beter in kunnen worden. En nu was één ding die we van Rotterdam hadden geanalyseerd, dus dat zij onwijs groot front five hebben. En dus als wij hun ding laten doen, zeg maar, in de set pieces en op hun aanval, dat we dan een lange dag kunnen gaan kunnen verwachten. Maar als wij daar ook een beetje gebruik van konden maken op onze aanval, zeg maar. Dus een soort van moe maken met een goede tactical kicking game en een bepaalde manier van het spel verleggen met onze fases. En de eerste 30 minuten was eigenlijk, zijn we daar redelijk goed in geslaagd. Ik denk dat we de tries die we hebben gescoord allemaal door een soort van constante druk kwamen. Met inderdaad dan een bepaald kicking game, waardoor we eigenlijk gewoon heel veel in hun helft stonden. En de executie hadden om het daarna ook af te kunnen maken. Ja, we gaan dadelijk naar een paar video's kijken. Daarin zie je dat jullie vanaf jullie set pieces in één of twee... drie fases ook echt tot de tryline komen en tot succes komen. Was dat dan ook het beeld van de eerste helft, van die eerste 28 punten die je verdiend hebt op die manier? Is dat dus die kicking game
is succesvol. Je komt in de 22 van Rotterdam daarmee. Mm-hmm. En vanuit daaruit, met een goede setpiece, de lijn in en succesvol. Is dat hetzelfde speelbeeld als in de tweede helft? Ja, in de tweede helft was het waarschijnlijk iets minder gekik. Er waren wel een paar momenten waarin er iets meer gekikt werd. Maar in de eerste helft was het voornamelijk wel daarop ja, doorhameren. En ja, wij gebruiken onze wingers veel. Ik denk dat dat voor niemand in Nederland een geheim is. Want ja, ze zijn in vorm en we hebben het idee dat we daar toch wel een zekere go-forward mee kunnen creëren. En ja, daardoor konden we toch redelijk ja, een soort van de ruimtes creëren die we wilden creëren. Rond die front five. Ja. En, ja. We gaan zo meteen naar die clips kijken. Misschien even fijn voor de mensen thuis om iets meer over jou te weten komen. Wie is David Wiersma precies? Je speelt bij Den Haag en kun je misschien iets meer over jezelf vertellen? Ja, tuurlijk. David Wiersma, ik ben 26 jaar. Ik ben sinds dit jaar teruggekomen uit het buitenland en weer bij HRC aan het rugbyen. Ik heb de afgelopen 10 jaar in het buitenland gerugbyd in Zuid-Afrika, Frankrijk en de laatste 3 jaar in Spanje. Burgos, denk ik. Burgos, ja. In Spanje was het dan professioneel, dus daar heb ik onwijs veel van genoten. Maar ik merkte het afgelopen jaar toch wel dat ik steeds meer behoefte begon te krijgen om mijn maatschappelijke cv een beetje op te bouwen. Zeg maar. Mijn rugby cv begint redelijk ergens op te lijken, maar mijn maatschappelijke cv is toch nog vergelijkbaar met een 16-jarige meisje. Je hebt verwacht dat je dan rugby niet tot je 80ste vol gaat houden. Nee, nee, steeds wel een fietsje met wat kranten ga jij elke ochtend om 7 uur de straat Daar werk ik toch steeds vaker bezweet van wakker. En het grappige is, ik heb die gesprekken al 100 keer gehad, zeg maar, met ouders of coaches of dat soort dingen. Weet je, zorg voor dat vervolgplan. Maar afgelopen seizoen merkte ik het toch ook een soort van binnen meer. Van oké, ik heb echt andere interesses en ik wil echt andere dingen doen. Dus ging je het ook geloven, zeg maar, als mensen dat tegen je zeiden? Ja, want dan en dus ging die stap toch wel wat makkelijker. Toen kwam het duwtje in de rug van Burgos, die mij een nieuw contract aanboden, maar zeiden dat ik exclusief voor de club moest tekenen en dus niet meer voor het Nederlands team zou mogen uitkomen. En dat was geen optie voor mij. Dus toen daarna ging kijken naar de volgende opties. En door die realisatie van afgelopen seizoen werd terugkomen naar Nederland opeens de beste optie. En Den Haag was de enige. En dan mogen wij van jouw spel genieten in de eerklasse. Ja. af en toe, ja. Ik denk dat het een mooi moment is om let's go. Naar de clip te kijken voor jullie. Oké, waar we dadelijk als eerste naar gaan kijken is een line-out van jullie. Van Rotterdam, sorry. En die zien we hier. Jullie stelen hem, krijgen hem mee. En gaan een fasespel opzetten. Het tempo is continu hoog. Hè? Je ziet, het tempo is steeds hoger bij jullie. Hè? De balcirculatie is snel. Mm. I really enjoyed to watch this. I like when teams overfold on their forwards. They load one side and teams are able to have that little bit of anticipation and work their way back to their wingers on the other side. It's always nice to see that they've got that variation. Ja, nou scoort hij. Die andere net, want even voor de duidelijkheid, net was het is afgekeurd, hè, die eerste. Hè, die dat was uiteindelijk een voorwaartse paas. Voor een onnodig paas. Hij had hem af kunnen maken. Ja, hij had niet hoeven paasen. Dat hadden we. Belangrijk wat we hier zien is dat jullie een aantal line-outs zien we nu achter elkaar. Wat jullie doen is, jullie gooien die line-out steeds achterin. Dan hebben jullie een speler die om de hoek heen komt of achter de line-out snel doorkomt. En dan met een wing in, hè, een blinde wing of een open side wing, knallen jullie dan door de defense line van Rotterdam heen. Ja. Deze is wel interessant. Hier gaan we dadelijk nog langer over hebben. Ja. Dit is een ontzettende big hit. Die zien we nog een keertje. Ziris is zijn hoofd kwijt. Hij is oké. Hij moest even zijn hoofd inderdaad uit de zijlijn. Ja, maar hier gaan we het dadelijk nog wel even over hebben. Zo. Maar inderdaad, het is, we proberen vanuit die line uit steeds die transition zone aan te vallen tussen de eind van de line-out en de backs. Ja. Dat is verder niet. Het is geen rocket science, maar we proberen het wel. There's always a small disconnection there where teams can have a go at. Ja. En Rotterdam heeft hier geen antwoord op, want jullie scoren in de tweede helft 3 tries vanuit deze setpiece en eigenlijk steeds op dezelfde manier. Bal achterin,
de gainline halen, snelle fase. Nee, maar Bram, je ziet de laatste week of vier clubs ongeveer die gewoon geen behoorlijk antwoord hadden op het spel van Rotterdam. Het is de new kid on the block ook natuurlijk. Zo eerst even bowlen. Als je ziet hoe Potske... Ja, je moet hem niet hoog tackelen, die geuze. Maar Den Haag heeft duidelijk een antwoord opgevonden, hè? Ja. Goed is om te vertellen, hier nog een keer. Nu zien we het even. Line-out achterin. Man die er achterom komt. Eerste fase. Wordt net voor de trylijn getackled. We zien dat jullie pot snel erbij is. Jullie voorwaartse. Pick and go. En try. En, nog niet. Nog fase. Ja. En... was dit ook het speelbeeld van de eerste helft? Want dat is eigenlijk wat we net heel even over wilden hebben. Redelijk vergelijkbaar. Redelijk vergelijkbaar. Dat was voor ons een positief punt. Dat we wel voor 70 minuten in dit geval dan onze structuur en dat we daar gedisciplineerd in konden blijven. Ja. We zien nu Rotterdam aan de bal. Dit is een beetje aan het einde van de wedstrijd. Je ziet bovenin dat het al 49-0 staat. Maar toch hebben zij nog een aantal punten op het bord gekregen. Namelijk 14. En Rotterdam laat zien hoe... ze spelen namelijk hier 11 fases. En dit is volgens mij het Rotterdam wat we vaker hebben gezien dit jaar. Waarin ze eigenlijk deze hele wedstrijd niet aan toe kwamen. Zij nog op hun eigen bal. Spelers rondom de bal. En metertje voor metertje vooruit en soms voor achteruit. En uiteindelijk vinden zij toch hier de ruimte in jullie defense-lijn. Ja, voor ons, dit is over het algemeen gewoon een hele positieve verdedigende fase waar we blij mee zijn. En Rotterdam doet het inderdaad goed door gedisciplineerd die bal vast te houden. En uiteindelijk scoren ze daardoor individuele klassen, scoren ze iets later. En gewoon goed gebruik gemaakt van de ruimtes door Rotterdam. Ja. We hebben heel veel focus gelegd op die eerste lijn van verdediging. En daar wat line speed en dubbel hits in te krijgen. En dat staat redelijk sterk. Maar je ziet nu, als het goed is, komt hij dan de nummer 13 die toch de ruimte erachter ziet. Die nu de bal krijgt. Oké. Ja. Goeie bounce. Dat stout hij ook nog precies goed natuurlijk. Dus dat is ook belangrijk. Ja, maar weet je, dus dat is gewoon een mooie try. Ja, verdedigend. Niks aan te zeggen. Met de back three kun je er dan wat over hebben van hoe die positie was. Maar het is goed gebruik van gemaakt. Dit is dan eigenlijk een minuut later. Het is allemaal echt in de laatste 5-6 minuten van de wedstrijd. Ja. Als die wedstrijd een kwartier langer had geduurd, dan had hij misschien dan hadden we ook minder snel het kopje laten hangen. Ja, maar 49-0 voorstaan is ook niet echt het moment dat je alles nog de voorst maakt. Nee, maar hier balen we wel van, weet je. Kijk, het is Rotterdam, die is echt zo'n team dat als ze het momentum hebben, dat ze gewoon gevaarlijk worden, weet je. En dan zie je dat ook de mensen, dat ze wat beter in hun structuur kunnen komen en... Dan worden die big guys ook tot hun potentie gebracht. Ja, zeker. Want ze hebben hier een paar carries. In die laatste 10 minuten hadden ze een paar carries waardoor ze 10 meter pakken, op bij wijze van spreken. En dan is het een heel ander spelletje opeens. Wat ik wel interessant vind, dit is vaak als de wedstrijd al 49-7 is, einde wedstrijd, dan zie je dat je soms het team wat ver voor staat een beetje sloppy in defense wordt. Hè? Een beetje onnauwkeurig. Jullie worden niet onnauwkeurig, dus ik vind dat dit echt een verdienste is, ook van Rotterdam, dat die gewoon nu goed rugby laten zien met goede fases. En nu komt dadelijk de break hier aan de buitenkant, schiet hij er tussendoor. Goede offload, waardoor hij dus ook het spel weer voorwaarts kan brengen. En hij komt in de hoek terecht. Ja, goed afgemaakt. Credits voor Rotterdam, maar ook zeker voor jullie. We zien niet superveel van jullie aanvalsspel, omdat er gewoon niet alle beeldmateriaal er was. Was een leuke wedstrijd? Ja, uiteindelijk hebben wij veel lol gehad uit dus die discipline op de structuur. Ik denk dat HRC de afgelopen jaren duidelijk heeft gemaakt dat we spelers hebben om die flair rugstijl te spelen. Mm-hmm. Maar dat wij vaak moeite hebben met, als de wedstrijden wat dichter bij elkaar liggen, die game management, wat meer territory spelen. En daar hebben we in de pre-season en de eerste paar wedstrijden wel veel op gehamerd om te zorgen dat we wat volwassener misschien is het woord, met die bal omgaan. En, maar hopelijk niet ten koste laten gaan van die flair. Want flair vind ik dan echt een woord. Dat is gestolen door 13-jarige meisjes, maar dat hoort echt eigenlijk bij het rugby. Ja. Uit de jaren 70, 80 en 90. Ja. De flair waarmee gerugbyd werd. Ik zou dat graag terug zien komen. In plaats van al die opgepompte monsters, zou ik graag de flair terug zien in het rugby. Dat is eigenlijk wel het nadeel van deze tijd, is dat die videoanalyses, die wij maken en die jullie maken en die iedereen maakt nu, zorgt ervoor dat het echt zo'n ontzettend schaakspel is geworden.
dat flair, want met flair rugby doe je in de ruimte. Mm. Alleen we krijgen maar niet ruimte meer, omdat het gewoon zo goed geanalyseerd is. En, if you have a look at Fiji and how they play rugby, that is a team that only use flair. That's a team that only play to that. Ja, ja, en in de Eredivisie ligt er echt nog wel genoeg ruimte op het veld om flair te kunnen spelen. Maar voor ons was het is wel echt een doel om eerst even terug naar de basis. Om daarna, want die flair die zit er wel, weet je. Dus die kunnen we er straks weer overheen sprinkelen. Waar zitten we nu in die flair? Nee, waar zit jullie flair? Is dat in jullie backline of zijn jullie voorwaarts heel balvaardig, snel en kunnen die goed in die ruimte? Historisch gezien denk ik dat wij altijd wel het hele team, dat we altijd wel een kleiner pack hadden, maar dat we wel daarmee een beetje konden ballen en dan afmaken met de back, zeg maar. Dus het was een algehele flair, maar ook een algehele chaos, wat dat betreft. Zeg maar, weet je? Is het Haagse bluff dan? We komen eraan, we hebben flair. Ga eens even aan de kant. En dan af en toe won je een lekker wedstrijd en af en toe ging je er helemaal vanaf. Omdat met flair moet je wel je truis afmaken. En als die passes een dag even niet lukken, weet je, dan sta je daar met je bek vol tanden. En dus nu zit de flair vooral in onze backline. Christian was hier een paar weken geleden de trainer van Rotterdam. En jullie hebben een oefenwedstrijd gespeeld tegen elkaar. Die is wat minder liefdevol verlopen, heb ik begrepen. Dus hij verwachtte nog wel wat beschietingen over en weer. Maar dat is meegevallen. Het was gewoon een goede verre pot rugby. Ja. Geen gekke dingen. Het was gewoon zoals het hoort te zijn. Ja, gelukkig maar. Want ik heb zelf die oefenwedstrijd niet gespeeld, omdat ik met Delta mee was. Maar ik hoorde inderdaad, dat rugby een soort van, wat ik net zei, een secundaire bezigheid was. En dat toch heel veel chirping en heel veel opstootjes. Nu viel het gelukkig reuze mee. Ik moet zeggen dat de scheids, we zagen net het fragment, dat was dan, daar gaan we het nog over hebben. Maar de scheids was ook gewoon prima, weet je, en dat helpt. Helps zeker ook tijdens zo'n wedstrijd. Yeah. I have a question more for you. More for you specifically. You've just come back from Spain. Of course, you played professional rugby there. You've come into the number 12 jersey at Den Haag. You're used to playing in the 12 and the 10 jersey. Mm. But have you sort of taken up a general position in the backline at Den Haag? Deze wedstrijd speelde ik weer 10. Ik draag de nummer 12 van shirt sizes. I saw you coming in out of the back 3 a few times, and I know defensively the 10 should be at the back, but you're wearing 12, so that's why my question comes to you. Yeah. Ja, precies. Nou ja, dus nu in deze gameplan, omdat ik een kicker ben ik nu, gaan we het nu proberen met mij op 10 om te kijken of we dat tactical game dan wat meer kunnen benutten. En de vraag was hoe ik het vind om terug te zijn in Nederland. Do you take up a general in the backline? Tijdens het spel zeker. In de kleedkamer en van het veld valt nog reuze mee. Ik heb ook duidelijk gemaakt, zeg maar, terugkomst naar Nederland, dat de focus lag voor mij persoonlijk om eerst naast het veld al mijn shit even te regelen, zeg maar. Ja. In plaats van meteen een lijn. Dak, like your YouTube channel. Dus je hebt nu en twee krantenwijken. Ja. Nou ja, en uiteindelijk al een krantenwijk, weet je, dat cv nogmaals. Ja. En dus daarom, weet je, ik doe zeker mee. En ik heb af en toe wel een gesprek met Hadley, de coach, dan over dingen. Maar de leidinggevende zijn, er zijn genoeg spelers in het team die Hadley Jackson, de coach. Hadley Jackson, de coach, ja, inderdaad. Dus op het veld zeker. Van het veld doen we het rustig aan zijn handen. Oké, nice. Well, that's the Den Haag game up in the bag. The next game we've got is Hilversum and Oysters. I think the only option for us is to get straight into it. Ja. Let's put the clips on. Hilversum versus Oysters. No, it's Oysters versus Hilversum. Oysters versus Hilversum, sorry. Ja. Yeah, it was a tough game, obviously really close, 25-26 to the away team Hilversum. I struggled to get some good clips out of this game. It was a real middle of the field battle. We saw there a high tackle, and that's one thing I found in this game. There were so many high tackles from the leagues, from the both the Londo spelers. I thought there were too many, and that's what put Hilversum on the back foot in the first half, I think. Yeah. We saw Tone van Spaandonk. We've had a few chats over him over the past couple of episodes. Obviously, Delta player as well. But just in the end of the game, I think that experience really came into it for Hilversum. And a really, really ending of the game. But one thing I must say
from the Oysters team. We've said it enough. The 9, 10, 15 combination from them, it's a really important combination for a team. Yeah. Really dangerous. You've got Rick van Balkum, of course, at number 9, Matthias at 10, and Rolf in at the back. Really, really dangerous group of three guys that you really got to look after. And of course, Toon at 12. And Matthias Paff. Yeah, and in that fly off. This one here, I love the kicking game. I know I'm a forward, but I love it. This one here, looking for space, both teams. Oysters eventually finding a bit of space, putting some pressure onto that Hilversum team so they can't kick the ball away, and eventually coming up with a five-pointer. Really, really good to see a team looking for space and finding it and working hard onto it. Really good to see, yeah. They will see it, and the try comes off. The benefits of the fruit, as they would say. That is it. Ja. Wat denken jullie dat de Oysters positief verrast zijn door dit close result, zeg maar? Of hadden ze verwacht hier te winnen, denk je? Of waren ze... Ik denk wel dat zij met een goed gevoel hier bij ons weg zijn gegaan, in ieder geval. Ja. En dat was ook volgens mij de eerste wedstrijd dat al hun goede spelers terug waren. Nee, toen waren ze nog niet eens helemaal compleet. Dus de vorige wedstrijd waren ze wel redelijk compleet. En nu... Denk ik, ik heb begrepen dat Rick in deze wedstrijd zijn kaak heeft gebroken. Mm-hmm. Rick van Balkum. Dus die zal, hoe lang lig je dan uit? 6 weken, denk ik. Ja. Dus dat is verschrikkelijk balend. Want hij is natuurlijk pas net terug van een paar flinke blessures. Dat is, voor de Oysters is dat ook niet leuk. Maar jouw staat vraag toch was 19-0. Ja, precies. Zeker. Ja, maar Rick speelt gewoon door met gebroken kaak. Hij heeft de wedstrijd gewoon uitgespeeld. Dus dat is op zich weer kudos. What we just saw on the TV now is Hilversum with a really bad restart. It was the second one of the day for them. Kick straight out. They get a scrum on the halfway. We just saw the last scrum as well. I think the referee could have done a little bit better here in the scrums. I think the Lucien prop from Hilversum scrumming straight up, you see that first initial push, and then him wheeling it. Penalty goes against the Oysters. David, you know exactly what's going on there in the scrum. As scrumming up. I thought maybe you could have a little bit better of a watch at it to keep some players in a good position. I think the number 13 from Hilversum had a great game. Of course, he's one of them contracted players and foreigners. Had a good game. We just saw him make a break there. One of the biggest hits of the week coming from Rick van Balkum with a broken jaw against him. So yep. Maybe it can go to him. We of course, we've got the one from Rotterdam as well. So they'll be fighting with each other for the hit of the week this week. But yeah, it was a close game. Ja, ik vind zelf de biggest hit moet eigenlijk wel gewoon, wat mij betreft, gewoon een mooie goede reglementaire tackle zijn. Precies. Niet dat iemand... Toch even terugkomend op jouw vraag. Over verwachten Oysters dit soort... hadden ze dit verwacht? Mm. Ik stond echt te kijken van hun aanvalspel hier thuis bij de Dukes. Ja. Ze konden goed ruimte vinden, snelle spelers op de juiste plekken. Ik vond dat ze een mooi aanvalspel hebben. Dus dat zij punten op het scorebord krijgen, daar sta ik niet van te kijken. Ja. Dat een team terug kan komen, omdat misschien hun, met punten ook weer, omdat hun defense misschien niet altijd even goed is of niet, niet het vol kan houden. Dat vind ik dan minder vreemd. Maar ik sta niet van te kijken dat de Oysters een mooi aanvalspel kunnen spelen. Hm. Nee, maar de Oysters hebben altijd een goede backline, punt. Zo simpel is het. Ze hebben ook hele goede spelers opgeleid in het verleden. Dus wat dat betreft, dat verbaast me niks. Dat doen ze al 20 jaar. Ja. Dus het probleem bij de Oysters zit hem eigenlijk altijd in de front 5. Dat is een groot probleem altijd. Dat hebben ze nu in ieder geval opgelost. Ja. Dus, en je ziet ook meteen... Het verschil tussen toen die gasten er nog niet in stonden en nu ze er wel in staan, dat maakt nogal verschil. Ja. Ja, je wilt toch rugby vanaf je setpieces en als jij je scrums kunt winnen en je breakdowns misschien ook nog met een paar voorwaartsen, dan kom je wel tot rugby toe en dan komt die bal ook in de backline. Ja. En misschien is dat wel het verschil met het begin van het seizoen toen we begonnen in oktober en de laatste 2-3 wedstrijden, dat het team relatief compleet is. Ja. Ja. En daar de mooie rugby laten zien. I think Hilversum started to find their mates and get a little bit warm. And this try here is fantastic. Ja, 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 ja.
little kick in the back and the wingers running onto it and one pass to beat the last man. Yeah, uitgespeeld, ja. Yeah, so I mean, both teams are absolutely, they can play this kind of rugby. It just depends on who wants it more on the day. And I think to be fair to the Oysters, I think they wanted it a little bit more. Unless, but that a little bit of more experienced side from the Hilversum group chipped it in the end for them. We hebben ook zo'n wedstrijd in de afgelopen weekend gehad, toch? Waarin één team het gewoon liever wilde dan het andere team. I'm not sure. Ja, je ziet Kastekum. Ja, daar gaan we het dadelijk over hebben. Daar gaan we dadelijk heel kort over hebben. Ja, ja. This is the I really enjoyed the Oysters. They defended well in their 22, just like here. They really defended well, forwards, and they really didn't give them an inch right up until that last moment. So well done to them, and of course well done to Hilversum for managing to stay in the fight and coming back, because it's always nice to come have a win back from coming from behind. I mean 19-7 at halftime to come back to win 26-25. Engeland, New Zealand. Yeah, exactly. Yeah. I mean, so Oysters thought they had it in the bag when they kicked it, but the wing said, no, I'm not done. Hij ziet er ook wel gevaarlijk uit. Yeah. Maar ook even waar ik ook echt wel van sta te genieten, nou, is gewoon het camerawerk. Je kunt hier helemaal op de trilijn goed meeleven. To come back on that point, I think the reason why I chose this game as well is because the camera is amazing. Their footage is amazing. Yeah. But however, they could do a little bit better with their camera work from switching between those cameras. Wat gebeurt hier, Andrew? Volgens mij moeten we een klein stukje terugspoelen, want dit is het einde van de wedstrijd. Oh, this is the red card. Ik weet niet of hij 20 seconden terug kan. Not really, no. But on YouTube, you'll be able to give it a little bit of... there you go. There's the try. De bal wordt nu uitgeroepen. Dan gaat, de prop loopt naar de ref toe. En die gaat tegen hem vertellen dat de ref niet zo goed begrijpt, denk ik. Hè. Op een hele vriendelijke manier. Trekt een beetje aan zijn arm. Dan zegt hij misschien wat minder vriendelijke dingen. Dan loopt hij weg, wordt door zijn teamgenoten wordt hij weggeduwd. En dan zegt de ref, nou, dat mag jij niet tegen mij zeggen. Die haalt uit zijn sok een rode kaart. Loopt er naartoe en deelt die rode kaart. Dat mag, hè, volgens mij, tot een half uur na de wedstrijd. En daarna denkt hij van, nou, dat vind ik geen goed idee. Ja. En ik denk dat... To be honest. Ergens op het bondsbureau zit er nu iemand een paarse kaart te breien. Yeah. En het gaat een tijdje duren voordat hij weer op het veld te zien is, denk ik. To be honest, I think for a play like that, if you're brave enough to do that against the ref after the final whistle, I think your season should be done. Yeah. In my professional opinion, I think... Maar er is wel iets meer over te zeggen. Want in deze wedstrijd is Rick van Balkum 2 keer te grazen genomen. Echt zwaar onreglementaire tackles. Eentje ervan hebben we op beeld. Niet zo goed beeld, omdat hij wat later binnenkwam dan dat wij konden verwerken als amateurs. Maar we hebben er wel een clip van. En je ziet daar dat Rick daar staat. Er is een line-out, die krijgt de bal. Die paast de bal weg. En dan komt er iemand, wat je al aangaf, zo'n leaguey uit het league rugby. Ja. Met een tackle. Goed. Ik denk, kunnen we hem even zien? Dan, let op hier. Kijk, deze line-out hier. Rick pakt de bal, krijgt de bal aangetikt, paast. En wordt gewoon echt helemaal in tweeën gelopen. Ligt daar helemaal in elkaar, gebroken kaak. Yep. So what I see here is, I'm not the best ref in the league. Initially, the ref is standing in a great place. He's at the front of the line out, so he's got a full view of the field. Ball is mid-flight, and he's watching the ball. The ball's not going to make a penalty. Maar hij geeft de penalty, dus hij moet iets gezien hebben. Yeah. En als hij iets gezien heeft, dan is dat het enige wat hij gezien kan hebben, want dat is het enige wat daar gebeurde. Yeah. So that's the next thing. He's blown the whistle, he's given the penalty, they've won the penalty, he's seen it. It's a straight. Rick has not dropped his height in any way. There's no mitigating factors. That's another red card. That's a game-changing moment. And I said it last week. I'm pretty sure I said it 3 weeks ago. I'm pretty sure I said it 4 weeks ago. There has to be consequences for these kind of calls because that's player welfare. And everything in rugby at the moment is going over player welfare and concussions. Nou, we filmen steeds meer, we laten steeds meer zien, we kunnen steeds meer. Hier is gewoon geen twijfel over mogelijk. Er moet een manier komen waarop er ergens op het bondsbureau iemand kan zeggen, ik zie die beelden, ik zie wat daar gedaan wordt. Ja. Dit is niet wat we willen in het Nederlandse rugby, daar gaan we iets mee doen. Want het is sowieso fair om ook te zeggen dat we eigenlijk gewoon grensrechters nodig hebben. Ja, überhaupt. Zeker. Want het is twee grensrechters voor elke wedstrijd. Ja. Ik weet niet of dat realistisch is, maar... Je ziet hem inderdaad kijken naar dingen waar hij eventueel niet naar zou moeten kijken, de scheids. Maar hij kijkt ernaar. En verder,
zouden er twee andere mensen moeten zijn die, die voor hem... Ja, want een lijnrechter die zou daar 5 meter vandaan gestaan hebben. Mm. Want die staat achter de lijn nou, dus je ziet het al. Maar bro, als ik nou zeg, je kunt soms denken dat bepalende spelers, een kruis op de rug krijgen. Ja. Want er is geen... Deze tackle was zo laat. Die bal die was al weg. En er was in geen enkel universum had hij deze bal kunnen hebben of zo. Dus ja. Waarom doet hij dat nog? Is hij dan toch bezig met zijn target? En is de target niet de bal of het spel, maar de man? En, nou, jij bijvoorbeeld. Ik neem aan dat er bij jou ook nog eens een kruisje op je rug staat. Heb jij het gevoel dat je voldoende beschermd wordt in het veld? Nou ja, ik ben me nooit... echt bewust geweest van een kruisje op mijn rug. Misschien is dat omdat ik niet goed... Ze denken van, nou, we gaan die kruis van. Maar nou ja, op zich, kijk... ik denk inderdaad wel dat er echt wel spelers getarget worden in wedstrijden. Of ik het zo duidelijk heb gezien als bijvoorbeeld in dit voorbeeld... Dat kan ik me niet echt herinneren. Maar het is nu wel tekenend dat er 2 keer in hetzelfde wedstrijd... Want we hadden het over die van Siem... die ook in onze wedstrijd decapitated werd ongeveer. En dat was ook uiteindelijk geel, weet je. En ik denk niet per se dat het echt een soort van... ja, weet je, ik gooi het dus wat meer over onkunde van scheidsrechters. Of gewoon dus een soort van overwhelmedheid, zeg maar. Dus die grensrechter zit in veel gevallen al een beetje kunnen verbeteren. Dan dat het echt een soort van... Ja, wat zou het anders kunnen zijn? Partijdigheid of dat soort dingen? Nee, dat is het zeker niet. Of slechte interpretatie van de regels, weet je. Ik denk dat ze het in veel gevallen dat ze het gewoon niet zien. Do you think it's fair that a ref should look after players, certain players, if they've got a target on their back? Ik denk dat 90% van de regels met player welfare in gedachten zijn. Yeah. En dat dat nu dus inderdaad niet nageleefd wordt in een paar gevallen op rij. Dat is zonde. Dit is wel een pijnlijk weekend voor de Oysters. Want die verliezen waarschijnlijk een van hun bepaalde spelers in de eerste rij. Die verliezen een nummer 9. En ze verliezen punten in het... gewoon in het puntensysteem in de competitie. Dus, terwijl Soms zal geen must-win geweest zijn voor de Oysters. Het doet ook iets met een club of dat je uiteindelijk achtste bent geworden in dat jaar of zesde of vierde, weet je? Nou, zeker zo waar. Het zit dicht bij elkaar dit jaar. Dus, maar is er nu iets wat zeg maar in Rugby Nederland achteraf kaart kan geven? Oh, okay. Nee, dat is er niet. That's the kind of steps that we would like to see being made. But guys, I'm going to cut you off there because otherwise we're going to sit here for the next 4 hours. Yeah. we got one last game to go through. Tegooi Ameland 20-25 to Ameland. Ameland sticking up their hand to say we are the team to beat this year. Yeah. We're going to put the clips on now. I think it was a great game from both sides. I mean. Eric, I think you can have a little bit more to say about it as well. Heel veel voorwaarts werk. Het is echt heel. Yeah. De packs zijn allebei zwaar. Packs zijn allebei ongelooflijk sterk. Niet het idee dat ze altijd de backs evenveel bij het spel betrekken, maar toch zie je het af en toe wel pogingen toe. De wedstrijd begint met, wat mij betreft, de eerste 20 minuten redelijk dominant gooi. Veel in de 22 zijn van Ameland en dan daar dan de bal naar voren gooien. Dat is dan een gemiste kans, zou ik zeggen. Maar dit is wel even het beeld van dat eerste stukje. Hier een scrum en dan gaan ze gewoon nog een keer doen. Want ze denken, we hebben dat net op de wing kregen we een knock-on. Dat vonden we zonde. Hier T. Campbell, die past hem naar buiten. Ja. En daar doet Daan het gewoon. Daan denkt, daar kan ik ook van. Ik laat mij hier de kaas niet van het brood eten. Ik sla hem ook gewoon naar voren. Ja, hij maakt er genoeg thuis. Nee, hij maakt er genoeg. Dus hij moet ook niet te veel piepen. Nee, precies. Hier een kick van Mark Mistou. Hij wordt getackled op dat moment, dus dat is een goed excuus. De 9 kan hem niet achterhalen. Bam, scoort. Ja, die kan ook echt heel erg hard rennen. Yeah. I mean, we've got one clip at the end of this short film.
We counted, Erik, just before the show. How many phases did we get? 16 fases. 15 passes, 16 fases. Echt, yes. Daar gaan we dadelijk naar kijken. Is echt wel. Hier zegt Nadi Trij van Bam Falahunsi herwint Eemland het evenwicht. En die net met die push-over Trij laten ze zien dat ze echt gewoon niet van plan zijn om hier te verliezen. Dus nou kantelt het hele verhaal wel een beetje, hoor. De push-over Trij is natuurlijk ook gewoon een soort dikke middelvinger tegenover zo'n andere sterke pack als die van het Gooi. Als je dan een push-over Trij hebt, nou, dat is niet niks. Ja. Gooi weer in de aanval, er komt al geen Trij. Let op. Het duveltje uit het doosje. Hij gaat scoren. Nee, dat gaat hij niet, zie je dat? Geweldig, hè? Je komt er nog even eentje heel snel tussendoor. En die, voor mij is dat de 13. Dat is de 13. De game should have been stopped there. Helemaal eens met jou. Ja. Dat was een ruk over de Trijlijn, maar ja, goed, If we have a look at this one, we spoke about, I think, in episode 2 or 3, and I had a few messages from a couple of refs around the country about a crock roll. The crock rolls, yeah. And how it's not allowed. If we watch number 19 there at the head tape. Daar gaat hij neer. Daar ontstaat er een crock roll. 100% crock roll. Yeah, in my eyes, that's a crock roll. Maybe the refs saw it otherwise. Nou, die zag het anders. Of hij zag hem niet, maar daar geeft ze niks voor. Dus hier brengt nummer 6. Nummer 6 van deze speler. Dat is Nathan Burton. Die scoort hier een Trij. Doet nog een beetje kinderachtig, maar dat maakt niet uit. Aan de andere kant, Matthew Towey, nummer 6 van Eemland. Die denkt, als jullie zo met onze mensen omgaan, dan gaan wij gewoon scoren. En dat doen ze dan ook. Het is een hele spannende wedstrijd. Hè. Het ligt zo dicht bij elkaar. En... daar gaat hij, geeft hem nu. Ja, dat kunnen ze wel, Eemland. Ja, hij geeft hem. Ja, het zijn stevige jongens. Hij twijfelt wel, maar hij geeft hem toch. Ja. En this is the one where we're going to go on for a long run. Ja, dit. Ja. We verklappen het einde vast. Er komt een Trij uit. Maar let op, dit zijn 16 fases. Met af en toe een paarsje. En dan gaan we. Hij breekt hier bijna door. En dan denk je, nou is hij daar, maar dat is hij niet. Ja. But what I must say is like, this is the kind of rugby we're looking for. 16 phases of rugby. There is a little bit of a break with a penalty in the middle that they've taken it quickly. It happens twice. But I mean, this is rugby to see. On the 5 meter, I can only take my hat off. There you go, there it goes. To Eemland on their try line for 16 phases. Really getting up in their face, really not dying out. And I mean, that comes from the heart. Mm. And I'm really happy to see that a team that is relatively new with each other can fight for each other in such a way. Ja, maar we hebben het net over hadden. 16 fases komt in de Eredivisie nog niet. Of nou, op hoogste niveau rugby ook bijna niet voor. Maar dan moet je zo'n discipline hebben op verdediging en aanval. En ja, precies. Er zit een penaltietje tussen. Van iets waar ik niet van weet wat het was. En dat kan ook heel lang van daarvoor zijn geweest. Hm. Maar hij gaat echt terug naar een ander stuk van het veld. Dus hij zal iets gezien hebben wat ik niet heb gezien. Maar is inderdaad de pitch af voor die... van beide partijen natuurlijk, want ik denk dat die... Moet je voorstellen. Exactly, this as well. There's so many phases in the middle of the field. They think they've earned the right to go wide, and they go wide, and there's defenders all over the place. Precies, daar gewoon twee man tegenover Daan daar. Yeah, exactly. That's an amazing defense pattern. We verleggen de bal naar een andere plek waar we ook gewoon niet doorheen gaan. Op beide kanten, echt heel knap. Hier gaat de ref een meter of 15 of 20 terug naar links. En dan denk je, nou, dan gaat hij nu. Dan gaat nummer 7 gaat heel hard in. En hij gaat ook naar de grond. Die nummer 7. Ja, zeker. Ja. Degelijk. I think at the moment he's actually playing scrum off. He's got number 7 on his back. Okay. Is dat geen broer van de scrum off? No. That's Carlos Roberts. He's playing on the flank, but he has been playing at the number 9 position at his time in the Netherlands. He was at the Bassets. He's just gone to Tichoy this season. And if you look at him now, he's playing at the base of the ruck there, playing the scrum-up position. En voor de duidelijkheid, dit is nog steeds dezelfde aanval waar we naar zitten kijken. And then eventually they get the penalty again, just a mishap from the Eemland team, and they get another penalty for them to go over. But again, what a phase play to watch. I get how do you say it in Dutch? Kippenvel. Kippenvel. That was chicken skin. Yeah, I don't know what it is in English. Chicken skin I get from it. Amazing to see. Maar let op, dit is wel de gelijkmaker. Het staat nu dus 2020. En dan gaan we de blessuretijd in. En de blessuretijd heeft volgens mij, wat ik begrepen heb, heeft ongeveer 9 minuten geduurd. Hier hebben we... veel blessures. Ja, hier komt... De bal gaat uit scrum. Let op, naar de nummer 10. Nick Biss. Geen idee waar die man vandaan komt. Maar hij krijgt zo de bal. Ja.
Listen, this is in overtime, hè? Ja, dit is 9e minuut, 9 minuut blessuretijd. Let op. Bal naar Nekbis. Die kick, crosskick naar de andere kant van het veld. En daar wordt hij gevangen. Lars van Wijngaarden en die drukt de draai. Dan zijn we gewoon weer fan, toch? We zijn fan. Heb je die kick, die is gewoon geweldig natuurlijk. Ja, om zo te winnen is niet normaal. Ontlading. Nou ja, goed, die hebben we allemaal wel eens een keer meegemaakt. Dat je dus echt gewoon in de laatste seconde wint. Ja, het gebeurt. En hier gebeurde het. Ik kan me voorstellen dat ze bij Eemland een paar potjes bier gedronken hebben. Ja, dit was voor de Langelaanbokaal natuurlijk. Voor het boordje van Hugo. Ja, klopt. Die natuurlijk tragisch is. Ja, dus dubbel op, alles dubbel op. Mooi dat ze daar wat voor deden trouwens. Goed. We hebben geen beeld van, maar het was heel goed dat ze dat gedaan hebben. Ja. En de wedstrijd, dat was een bevlogen verhaal, zal ik het maar noemen dan. En dat was voor te gooien was Eemland. Great game to watch. I'm glad I was able to watch it back in full. First of all, we got some games that we didn't have clips on. Kastrikum Dukes, 40-15 to Kastrikum. Nee, daar wil ik eerst iets over zeggen. Volgens mij is er nu dus wel bewezen dat het niet per definitie een goed idee is om webshow hosts in de ereklasse te zetten op de eerste rij. Why would you say that? Nou ja, omdat je... Ja, hij played... We hebben geen beeld, dus je kunt het ontkennen. Dat heeft hij heel goed voor gezorgd. I played my first game in the Eredivisie this season. And I played 30 minutes, which is, if you ask Alex, which is wonderful for me in my track record. I've got 2 broken legs and a black eye. But all I can say about the game is Kastrikum can beat us up in the forwards and the lineouts. Scrum, not so much, but they had us at set piece. We said it earlier, they wanted it more than us. Guys didn't get off the line. We analyzed them. We didn't really stick to that. We sort of went away from it a little bit. But congratulations to them is all I can say. That's your media trained answer. Thanks for it. Thanks for it. Was het een off day for the Dukes of was het een on day for the Cas? Of was het eigenlijk gewoon... Allebei heb ik gehoord. Het was gewoon bij Dukes lukte niks, bij Cas lukte net alles of zo. Nou, volgens mij is er gewoon onder de tafel iets naar Andrew toe gesproken. Daarom hebben we extra lampen hier nu over. I was a little bit worried, but they did send in the footage, but unfortunately it wasn't the quality that we were looking for. Unfortunately, I changed the effects on it a little bit. Well done to them, eh? We heard earlier in the season that they are the dark horse, and if they can, when they're on fire, and they can take out anyone. And so they should. Dukes haven't lost a game yet. They were sitting high and fly, but they got taken off that mantle pretty quickly from Kastrikum. Maar we zagen Dukes ook al kwetsbaar dit seizoen, en dat wij ongeslagen, of wij, ik praat even wij, want ik kom natuurlijk van deze club, dat we ongeslagen. Dit jaar waren, is niet altijd terecht geweest. Want het was in Diok, of tegen Diok was het was niet altijd even goed. Tegen de Oysters, die krijgen we een tweede helft waarin het nog spannend wordt. Ja. Ja, die hadden ze kunnen winnen. Die hadden ze nog kunnen winnen hier. Ja. En volgens mij Haarlem was ook een close call. Ik denk dat we een aantal wedstrijden hebben gehad dat het stuivertje op onze kant terecht kwam. En nu was het een... It was a tough day. Als we een relatief compleet team hebben, dan kunnen wij gewoon echt van de beste winnen. Net als Costa kan. Daar maak ik me helemaal geen zorgen over. Ik krijg nou 3 zware potten. Gooi, Eemland en dan HRC. Er zullen wel punten gesprokkeld moeten worden. Want je wilt toch in dat linker rijtje eindigen. En dat kunnen we. En dan horen we ook thuis. Dat lijkt me daar. Ik maak me wel zorgen. Yeah, in my eyes, as one of the guys who sits in the selection, not in the team. But in my eyes, it could be a blessing in disguise because they haven't lost a game. Wake up call. This could have been the wake up call that they needed. I can only tell from my experiences that when you're on that trot, you sometimes get a little bit lazy, and I think maybe it could be a blessing in disguise. But guys, we don't have films from them. We're gonna move on to the next one. Haarlem Diok. Ben je bang voor kritische vragen? Let's move on, Bram. I'm the host. I can't slam my fan around on the table, but Haarlem Diok, 29-13.
Ja, ik dacht dat ik mijn iPad ondersteboven had, maar die ook stond, normaal stond ze bovenaan, maar daar stond ze onderaan. Ja, ik zeg ja. De laatste plaats, Aaskrum hoort eruit gehaald. De resultaten van Aaskrum, volgens mij, reglementen zijn er nog niet uitgehaald, maar de resultaten van Aaskrum worden geschrapt. Ja. Dat staat in de reglementen, dus dat moet nog gebeuren. Maar dan staat die ook inderdaad op de 11e en dus de laatste plaats. Ja, dat is echt bizar, hè? But that's what can happen to a club if everything goes right. Die gaan zich dit jaar herpakken. Die hebben nog drie internationals in de Lappenmand. Die komen er dadelijk uit en dan gaan ze gewoon wedstrijden winnen. Ja, ja, precies. Dat zou goed zijn. So, Haarlem taking the win over Diok. Not too much to talk about it. We couldn't get the footage in there. Ik denk wel dat Haarlem blij is met de punten. Zo, die hadden toch ook wel de beste periode achter de rug. Ja, that's for sure. De novembermaand was niet hun maand. Nee, definitely not. De zonder stormy maand. Hey, you've watched the last episodes, I can hear. We've said it, but hopefully you can get back on the field and they'll be back to winning ways for them. That'll be great. But guys, I think hebben jullie Haarlem al gehad? Nee, nog niet. En ja, tot nu toe zijn we wel redelijk up and down qua resultaten, zeg maar. Want ook dit, zeg maar, de manier hoe Diok gaat tot nu toe dit seizoen. Eventueel had je wel wat meer punten van Haarlem mogen verwachten. Maar ja, wat je zegt, november is niet bepaald hun kant op gegaan. Dus zij zullen gewoon blij zijn met de 4 punten. Maar moeilijk te meten. Het is een leuke competitie tot zover. Sowieso. Yeah. I mean, we're heading into the position now where games are really important. Who's going to the bottom six, who's going to the top six. But guys, I'm going to have to be that host again. I'm going to have to cut us off one more time. Pak die bal erbij. If I had an earbud in my ear, I've got the production team shouting at me, telling us to end off for this time. And guys, that's us for the first half of the show. For you guys, it's about half a second, but we will see you in 5 minutes. Hier komen! Willem, kom hier! Willem, hier komen. Luister, het is heel simpel. Je kan de cameraman uithangen hier zo, maar je zorgt gewoon dat ik 15 kilo licht. Dat ik 15 kilo lichter lijk. Klaar, godverdomme. Prutsers, amateurs. De camera's draaien. And welcome back to the second half of the show, ladies and gentlemen. Welcome back, ladies and gentlemen, to the second half of the show. You guys have missed us for about half a second. We've had a wonderful time here in our break. We're back for the second half of the show. We're going to give you a little bit of overview of what's happening next weekend in the Eredivisie. Guys, we've got some interesting game next weekend. We're going to start at the top of our list. If you look at it at the Rugby Netherlands website, you have to look for it for anything of the Eredivisie. You've got to look at it. You've got to try find it somewhere in their back pages. Oosterwijk Oysters versus Rugby Club Diok. Sportpark de Wolfsputter. I personally think Oysters are going to take home 5 points this weekend. Ooh, it's a big call. Met Rick en zijn gebroken kaak? Yeah. Okay. Five points for Oysters. 5 points for Oysters. That's what I'm going to say now, guys. Big call. En waarom 5 jaar zo? Ik denk dat Rick wel een van die belangrijke spelers is voor hun. Dat als hij er niet is, dat eigenlijk heel de gameplan een beetje verandert. I think they're going to move their 15. Ralf, I think they're going to put him in at 9. Ralf Steenbakker kan dat ook. Ja. En dat is dus het punt. Ze hebben Matthias Pfaff, Rick van Balkom en Ralf Steenbakkers. Dus het is niet zo dat nu de helft van de schakels weg is gevallen. Nee, maar 1 van de 3. En ik denk dat in ieder geval niet... dat daardoor die 5 punten niet per se gegarandeerd zijn. Ja, gegarandeerd niet. They made a little bit of a switch and they put Ralf in at 9. Mm. And put someone else in at 15. I don't think they've lost a lot. But then they'll be able to string back a little bit some of their game plan. Dat is geen denkkaart. De rode kaart heeft nog meer invloed. Omdat, nogmaals, ze hebben dit niveau nu omdat zij die pack hebben. Een gekend oysterprobleem, zou ik het maar noemen. En als dit heel veel invloed heeft daarop, kijk, dan komt weer iemand anders voor in de plaats. Maar, ja. En het team groeit ook. Maar ik denk dat het uit het aanvalsspel van de Oysters ervoor gaat zorgen dat die ook daar in eerste instantie weer geen antwoord op heeft. Want ik vond dat die ook daar eigenlijk bij de Dukes ook moeite over had. Alleen Dukes maakt het niet af. Dus ik denk dat de Oysters redelijk makkelijk punten op bord krijgt. Maar niet 80 minuten volhoudt, eigenlijk net tegen Hilversum. Maar wel winnen. Ja. Ik denk dat het een close call wordt, maar een Oysters winnen. Dat denk ik. Brandsien, ik ben benieuwd. Ja. Het kan zomaar zo zijn dat ik ga kijken.
Even normaal. Ja, yeah. The Dukes have a bye weekend because they were supposed to play. What was that club called name? Askham. Askham. Yeah. Askham. Yeah. For a few weeks now. Second game on the list: Castricum versus Haarlem. That's going to be an interesting one. Yeah. David, do you have an opinion on what's going to happen there? Nee, ik kijk er gewoon naar uit. Want op zich, wat we tijdens het programma al een beetje hebben gezegd, het kan zo veranderen met alle teams. En dit is gewoon weer een grote test voor en Castricum en voor Haarlem. En ja, wat beide teams onder die druk kunnen doen, ja, daar ben ik benieuwd naar. Ik denk wel dat de grootste uitdaging voor Haarlem er nu ligt. Mm. Dus die hebben nog goed te maken. En Castricum die zit in, die wil ook iets, misschien allebei iets goed te maken. Maar ik denk dat Castricum wint. Eigenlijk is de onderliggende vraag natuurlijk, want dit draait allemaal om het linker rijtje, rechter rijtje. Ik denk dat we wel een patroon kunnen vaststellen dat als er zes clubs in het linker rijtje zitten dadelijk, dat er twee of drie clubs niet in het linker rijtje zitten die daar ook prima thuis hadden gehoord. Dat is het leuke van deze competitie. Ja, de Jars niet echt te zeggen nog. I think that's happening in the Eredivisie as well as World Rugby. And, I mean, you've got Georgia beating Wales and Italy beating Australia. I think and that's Portugal, the goed. Ja, gekwalificeerd deze week. World rugby on a whole is just getting closer and closer. Je zult er maar staan. Ja, die hoeft geen pasta daarna dat je meer te betalen in zijn leven volgens mij. Je zult er maar staan. Eemland Rotterdam. Duidelijk. I think that's quite. I think Rotterdam are going to put up a fight, definitely. Eemland, like I said earlier, they're the team to beat this year. Definitely. En te gooien versus Hilversum. Ja, ik wil een klein geitje over Eemland. Eemland Rotterdam is wel hetzelfde laken en pak. Is dat een gezegde? Ja, hè? Ja. Dus ik vind het van wel in ieder geval. Dus we knippen het eruit uit dat laken. We knippen uit dat laken pak. Nee, maar goed. Eemland doet dat al wat langer en doet dat met een paar kilo spieren meer. Doet eigenlijk een beetje zelfs ook heel erg. Krachtrugby, zeg maar. Vechtrugby. Dus ja, dat zou nog wel eens een keer kunnen zijn dat het helemaal niet ligt. Wat mij opviel is dat als ik kijk wat er gebeurt op het moment dat je de gainline haalt van Rotterdam of de defense line kunt breken. En je doet dat snel achter elkaar. Ja, maar dat is een creatief rugby team als Den Haag die dat dan doet. En dat zullen zien wat daar gebeurt. Nou ja, weet je, afgelopen wedstrijd viel redelijk mee met creativiteit. Ik vond die defense braken. Ik denk dat zowel Gooi als Eemland meer moeite zullen hebben met Rotterdam dan de Haag ermee heeft gehad. Ja, toen wij tegen Eemland speelden, waren wij verbaasd over hoe gedisciplineerd Eemland met hun wapens was. Zeg maar, weet je. Want uiteindelijk hun backline deed niet per se heel veel tegen ons. Maar hun forward pack en hoe zij die bal behielden. En dat voor 80 minuten lang, dat was wel heel impressive. Af en toe komt toch altijd dat moment dat je net even dat balletje wijd wil roepen of zo, weet je. Maar ze bleven gewoon maar pick and go, bleven maar dicht bij die ruk. En dat is gewoon heel, heel lastig. Ze kunnen goed met ze achterkomen, hè? Zo van, inderdaad. En dus dat, ik denk dat voor Rotterdam wel te veel gaat zijn nu in deze wedstrijd. Dus, Eemland wint. Eemland wint, Gooi. Eemland wint. Oh ja, we hadden het over het gooien. Wordt er vijf punten voor Eemland? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Die gaan stijf bovenaan. Ja. Ik ben bij de laatste puntentellingwisseling, ben ik opgehouden met dat bijhouden. Dus volgend jaar kijk ik weer verder. Dat is consequent zo zijn we weken. Ja, je gast hier. En te gooien Hilversum is de next one. Echte, dat is de echte Gooise derby natuurlijk. Ja. Historisch gezien is dat is Ajax Feyenoord. Dan kan PSV 10 jaar achter elkaar kampioen worden. Dan is het nog steeds Ajax Feyenoord de wedstrijd. En dat is in rugby is dat Gooi Hilversum. En nog wat andere ook hoor, daar niet van. Jukes Oysters ook. En Den Haag, die ook denk ik ook wel. Ja, nou ja, dat zou ik iedereen eens kunnen vertellen. Nou, maar ja, goed. Den Haag, BSN was het altijd in de jeugd. Het Gooi Hilversum. Het Gooi gaat winnen, toch? Ja, het Gooi gaat winnen, zeker. Ja, zonder twijfel. Met gemak? Ja, ja. Ja, ik weet weinig van Hilversum op de meer. Lastig te. Ik denk namelijk dat het Gooi die is de tweede helft teruggekomen tegen de Oysters. Om wat voor reden dan ook. Ik heb die wedstrijd niet goed genoeg kunnen zien.
Maar het gooien laat dat niet toe. Die gaan niet heel veel met 28-0. Als ze met 28-0 voor kunnen komen, die gaan niet in de tweede helft dat weer weggeven. Net zoals het Oosters afgelopen weekend gedaan heeft. Park in de park voor het gooien? I think looking at taking home 5 points. Ja, dat denk ik ook. Yeah, they lost narrowly to Ameland, which we knew were going to be a strong competitor this year. Tegooi definitely also fighting for that top spot, same as last year as well. They just didn't get into that finals last year. We know that competition is getting slower, closer and closer. I think Hilversum are a good side, just struggling at the moment. Nee, gooi is gewoon zoveel compacter en sterker. Ja, exact. En gooi gaat gewoon dik winnen en ik kan zeggen wat ik wil. Ik heb al zo vaak naast gezeten, er is toch niemand meer die luistert. Ja, dat begint bijna traditie te worden. On the last game of our list, short, sharp and interesting. Ja, Hoekers, hè? Den Haag en Hoekers. Geef me die bal. Hoekers thuis. Altijd. Ja, Hoekers thuis. Hoekers vallen niet tegen. Ja. Wij spelen thuis. Thuis. Ja. Ze hebben tegen Gooi gespeeld vorige week. En dat kwam uit de beelden misschien niet helemaal uit de verf. Maar ze zijn niet weggespeeld door het Gooi. Nee, zeker weten. En we nemen ze ook weer... Gewoon serieus nemen. Weer serieus. En ik denk ook wel dat wij, als we weer een stap vooruit kunnen zetten vergeleken met vorige week, dat we dan moeten kunnen winnen. Wat is dan die stap die jullie willen maken nu? Dat we nu weer een beetje... We hebben de structuur er redelijk in gekregen, maar nu willen we weer alle opties binnen die structuur wat beter kunnen benutten. Submappen. Want je hebt inderdaad gezien. Submappen inderdaad. De structuur, de 1-3-3-1, is geen rocket science, maar daar heb je wel meerdere opties binnen. Ja. Is dat dan het rugby op de voeten? Nu zie je jullie fasespel komt vaak vanuit een breakdown. Is dat dan dat jullie meer vanaf... de continuïteit in het spel willen houden doordat je met meer een offloading game gaat spelen? Of wat is dan eventueel concreet gezien wat jullie willen bereiken? We hadden toch nog wel redelijk veel ruimtes niet benut tegen Rotterdam. En, komt door verkeerde beslissingen of eventueel mindere executie binnen die structuur. En daar willen we nu net even wat beter in worden. Even dat balletje achterlangs als de ruimte wijd ligt in plaats van weer een pot. En dan pas, weet je, een fase later eigenlijk. Waardoor je ruimte eigenlijk weer op het veld weer. Inderdaad. Het is een rare vraag om aan een speler te... Als het goed is, doen alle spelers in de ereklasse hebben diezelfde... Gaan jullie voor het kampioenschap? Daar hebben we het nog geen één keer over gehad. Niet liegen, dit is geen media-antwoord. We nemen het zoals het komt. We kijken het ook per wedstrijd. Stap voor stap. Ik heb begrepen dat wij net toen we hier in de bestuurskamer zaten... het even over jouw contract gehad hebben. En dat er wel een eis was voor jou om terug te komen. Maar... Nou, als je zoveel betaald krijgt als ik. Gasten. Over het kampioenschap is echt nog niet gepraat. Want we hadden zoveel dingetjes weer op te bouwen in HRC. Zeg maar, de afgelopen jaren is het wel goed om te zeggen dat er onder par is gepresteerd, zeg maar, door een club van HRC's geschiedenis en faciliteiten. En dus heeft ook te maken met het ribbetje. Jullie hebben een fantastisch complex neergezet. Ja. En dat zie je overal bij clubs die aan het bouwen zijn met stenen. Gaat het altijd even wat minder met de rest. Ja, eventueel. Kijk, we hebben echt wel redelijk goede spelers gehad af en toe. En we hebben ook wel coaches gehad of goede wil vanuit het bestuur en zo. Maar nu lijkt het toch een beetje samen te komen. Waarin er eindelijk wat dingetjes opgebouwd kunnen worden. In plaats van dat ik elk jaar weer terugkwam voor het Nederlands team. En van mijn vrienden hoorde dat dit ging weer kut en dit ging weer kut. De wet van de remmende voorsprong. Als je alles heel erg goed doet, loop je ook heel erg snel leeg. Want dan heb je mensen heel goed opgeleid. Ja. Dan heb je ze te goed opgeleid. Hoe zit het met die opleiding? Jullie hebben redelijke jeugd. Komt die jeugd ook door? Nou, dat is een van de dingen die nu opgebouwd moet worden. HRC is notoriously known voor, zeg maar, redelijk goede jeugdteams. Tussen Colts en senioren. En dan inderdaad vanuit Colts naar senioren, dat gewoon 90% weggaat. Delft studenten, jullie zitten ook in een regio waar alternatieven zijn. Wat is er nou aantrekkelijker dan inderdaad 300 meter van je huis af in een kamer te gaan zitten van 3x3 meter met pizzapunten onder je bed en lauw bier in de vensterbank. En het zijn er twee extremen. Die keuzes worden gemaakt. En ook de keuzes van, we hebben de afgelopen jaren kampioenschappen gewonnen of dat soort dingen met de jeugd.
Ik ga het even proberen in... ik zie dat... er wordt een melding doorgegeven. Ik ga het een keer proberen in het buitenland, weet je. En dat is een goede, keuze wat betreft die persoon. Maar het is wel weer een speler die weggaat vanuit de clubsperspectief. En dat soort dingen worden nu toch iets beter aangepakt. Om te kijken van hoe kunnen we nou zorgen dat... In plaats van zeiken dat de spelers alleen maar weggaan. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze... Heb jij daar een rol in? Tenminste... Nee, maar ik ben wel een voorbeeld ervan dat het bestuur het beter heeft aangepakt. In het feit van... we vinden het top dat je weggaat. Maar als je terugkomt, vinden we het leuk dat je bij HRC terugkomt. En daar willen we echt wat dingen voor doen. Ja, want laten we alsjeblieft die ereklasse gewoon... want we kunnen allemaal... Laten we die ereklasse naar dat niveau proberen te krijgen. En dat gaat 20 jaar duren. Maar dan zijn we er ook. Nou, laten we dat proberen. Ja. Met z'n allen. Dan hoeft niemand meer weg, dan kun je gewoon hier zijn. Ja, de tijd hebben we niet, want we gaan naar het WK 2027 volgens mij. Kijk, ja, als je kaarten koopt. Hij is weer zin. Ja, I think, guys, that's us for all the next week games. And I think that's us for this evening. Guys, catch us next week. Roberto Wamedan from the Haarlem team. He will be with us next week as guest. So get excited for that. We'll have a bit of a Haarlem episode next week. David, it's been amazing to have you, mate. You've been one of the best guests we've had. It's been absolutely amazing to chat to you. Bram and Eric, you guys, it was a fantastic evening this evening. Absolutely. Episode, yeah. Guys, let's go back quickly to the beginning of the episode. Guys, if you want us to show your clips, send them in to us. Biggest hit, best tries. Send it all in. We'll bring it to the crowd. Guys, it's been thanks for watching, and we'll see you next week.